This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes 16 januari 2023. Dit is het bulletin van maandag. Gepubliceerd op dinsdag 17 januari. Kijk, het voordeel van een podcast is dat je niet, zoals bij een radio-uitzending, een deadline hebt. Het nadeel van een podcast is dat je niet, zoals bij een radio-uitzending, een deadline hebt. En dat is een beetje mijn dilemma van de afgelopen tijd. Ik zou in december iedere dag een Daily Minutes maken. En in al mijn enthousiasme dat er sowieso was, want het is er nog steeds, maakte ik Daily Minutes uitzendingen die 20, 30, 40 minuten lang waren. Die dus een enorme tijd nodig hebben om nabewerking te doen. En dus heb ik ergens tussen de 5 en de 9 uitzendingen al ingesproken liggen die nog niet klaar zijn. Ik dacht dat ik de uitzending over Magnetic Loops al gemonteerd had. Dat was voor een deel het geval, maar ik had een hele hoop van de editing nog niet gedaan. Ik heb, wanneer was het? Vrijdag volgens mij, een poging gedaan om die uitzending af te krijgen. Dat is vervolgens niet gelukt. Het weekend heb ik met nog een beetje gevolgen van het hard werken rondgelopen. En ik doe het rustig aan vanwege wat toestanden. Ik denk dat ik ook een flink aantal van wat ik ingesproken heb niet ga gebruiken. Maar de Magnetic Loops en de al ingesproken uitzendingen komen er nog aan. Al dan niet in stukjes gesplitst. En ik ga proberen om het korter te doen. Ik wil ook wel graag gaan scripten weer om weer wat te schrijven. Dat is wat ik met de Daily Minutes op PI2 NOS vaak deed. En ik begon dan om 5:30. Ik weet niet of ik dat nu precies zo ga doen, maar het hangt ook een beetje van mijn werk af. Maar ik begon in elk geval bij de Daily Minutes op de repeater om 5:30. En vaak had ik nog om 6:00 geen idee wat de uitzending zou wezen. En vervolgens had ik om 7:00 meestal toch wel een uitzending klaar. Er zijn wel tijden geweest dat het dikwijls niet lukte om 7:00 te halen. Maar bijna altijd, het grootste deel van de uitzendingen, was ik er om 7:00. Ik denk dat het een goed idee is om een beetje die richting uit te gaan. En het kan best wel zijn dat ik vanwege werk, want het werk is nu een stuk uitdagender dan het toen was, dat het niet lukt. Maar dat is in ieder geval wat de planning is. Dus ik ga de boel omgooien. Zoals gezegd, al ingesproken en toch ook wel een beetje beloofde uitzendingen, die ga ik zeker maken. Maar ik ga me nu meer toeleggen op het maken van dat soort korte dingen. Aan de ene kant. Daarnaast zoek ik nog steeds mensen om te interviewen. Ik ga zeker interviews doen. Het kan best wel zijn dat die de korte uitzendingen in de weg zitten. De interviews vind ik wat belangrijker. Die zullen ook langer zijn, dus ook meer editingtijd vergen. En ik ga op zijn minst daarnaast nog 1 maandelijkse uitzending doen. Niet via de podcast. Maar dat is van later zorg. Die ga ik ook op een andere manier voorbereiden. Niet zo ad hoc als dat ik nu deed. Ik moet nog kijken hoe dat er precies uit gaat zien. Er zit in ieder geval ook data in. Of SSTV en of. Maar goed, dat moet er ook in. Kijk. Dat is PI3XTV die even meldt dat hij er is. Op mijn Anytone. Maar dat is wat de planning gaat worden. Het onderwerp weet ik nog niet. Als je wilt, stuur mij een mailtje. En dan, ik besef nu dat ik 1 mail nog niet beantwoord heb. Meestal beantwoord ik alle mail binnen 2 uur. Maar dat is afgelopen weekend ook niet gelukt. Ik heb 2 mails die belangrijk zijn die ik nog niet beantwoord heb. Besef ik nu. Maar nu ben ik wel van mijn apropos. Maar goed, als je iemand hebt om te interviewen, nogmaals, suggesties zijn welkom. En anders dan bel ik gewoon iemand op. Ik zeg gewoon van, nou moet je horen, we gaan nu een interview opnemen. Nou, er zijn mensen bij wie ik dat kan doen. Dat is zonder meer waar. Die slikken misschien even, maar dan is het toch oké. En ik mis nog steeds een maatje om de uitzending samen mee te doen. Maar ik heb geen flauw idee wie dat zou kunnen wezen. Als je denkt met mij samen door 1 digitale deur te kunnen, dan mag je natuurlijk ook mailen. Dan kunnen we dat samen doen. Er moet wel iemand zijn met wie ik een beetje kan sparren. Met wie ik gekheid kan maken. Zoals ik met Jurgen deed, onder andere. En zo meer mensen met wie dat werkt, hoor. Maar
Als zo iemand zich zou aandienen die een goede inbreng heeft, dan is het zeer zeker welkom. Probeer het gewoon voor een keer of vier. Lukt het niet, dan stoppen we ermee. Lukt het wel, dan gaan we ermee verder. Wie weet hoe groot de hoogte dat we kunnen stijgen. Maar in ieder geval, dit is een podcast tussendoor, even snel. Wanhoop niet, ik werk er nog aan, maar er zit even een kink in de kabel. Het enthousiasme is er nog, de inspiratie is er nog. Zelfs vaak zonder transpiratie, dus het gaat vanzelf bijna. Maar het moet wel even vorm zien te krijgen. Dat is bij mij meestal zo. Als het dan één keer werkt, dan werkt het ook voor een pose. Goed, korte podcast. Ik kan het wel. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.